Overheden hebben nog steeds een voorkeursbehandeling. Staatsschuld wordt soepeler behandeld dan andere schuld in het bankentoezicht. Dat leidt ertoe dat banken nog steeds erg veel staatsschuld hebben op hun balans. Dat is een risicofactor en ik denk dat we alleen een stabiele bankenunie kunnen creëren als we ervoor zorgen dat die voorkeursbehandeling van staatsschuld wordt beëindigd. En dan zorg je ervoor dat problemen bij de overheid niet meer de banken in Europa kunnen infecteren. Het probleem is dat we in de eurozone een verwevenheid hebben tussen banken en overheden. Als er een probleem is bij de banken, kan dat overslaan naar de overheden die de verliezen moeten betalen en omgekeerd. En daarom is het goed dat we naar een bankenunie toe gaan, zodat de link tussen banken en overheden, de financiële link, wordt doorgeknipt. Hoe kunnen we dat doen? Nou, er is al veel beleid wat daarop gericht is, hè. Maar dan gaat het met name over het overslaan van de problemen van de banken naar de overheden. We kennen de regulering die nu in de maak is om bail-in mogelijk te maken. Wat betekent dat kapitaalverschaffers gaan meebetalen als de banken verliezen leiden in plaats van de belastingbetaler. Tegelijkertijd wordt er ook gesproken over de oprichting van een Europees afwikkelingsfonds, wat erop gericht is om probleembanken, zombiebanken, op te heffen en de verliezen te verdelen. Dat zijn allemaal stappen die erop gericht zijn om ervoor te zorgen dat de problemen niet overslaan van de banken naar de overheden. Maar dat is niet genoeg. Wat zouden we wel kunnen doen? Ik denk dat er ook beleid moet worden gemaakt om ervoor te zorgen dat de banken minder kwetsbaar worden voor wat er gebeurt bij de overheden. Op dit moment is het nog steeds zo dat banken in het eurogebied ontzettend veel staatsschuld in de portefeuille hebben, op de bankbalans hebben. En het kenmerk daarvan is dat die staatsschuld niet gediversifieerd is over een heleboel overheden. Nee, het is bijna allemaal staatsschuld van de eigen overheid. Met andere woorden, overheden vinden het makkelijk om een groot deel van hun schuld te laten financieren door de eigen banken. Nou, dat kan ertoe leiden dat in het geval van een begrotingscrisis opeens ook de banken in de puree zitten, omdat er misschien moet worden afgeboekt op een staatsschuld, zoals in het geval van Griekenland. Ja, en dat heeft toen de Griekse banken en de Cypriotische banken meegezogen. Ik denk dat we die link ook moeten ontkoppelen, ook moeten doorknippen en helaas is er nog geen beleid op dat punt. Wat zou het beleid kunnen zijn? Het beleid op dat punt zou kunnen zijn dat je staatsschuld eigenlijk behandelt als alle andere schuld en alle instrumenten van risicobeheer die je hebt ook toe te passen op staatsschuld. Dan gaat het bijvoorbeeld om de risicoweging. In het kader van Basel III zijn er risicowegingen op schulden afhankelijk van de risicograad. Kun je ook toepassen op staatsschuld. Zou betekenen dat Griekse schuld en Italiaanse schuld een hogere risicoweging hebben. Dus moet je meer kapitaal aanhouden. Belangrijker vind ik echter dat er een einde wordt gemaakt aan dat concentratierisico. Waardoor als de Griekse overheid omvalt, meteen het hele eigen vermogen van de Griekse banken is weggevaagd. Wat je zou moeten doen is de grote postenregeling die we in het bankentoezicht kennen. Hè, en die inhoudt dat een bank maar 25% van zijn eigen vermogen aan één debiteur mag hebben uitstaan. Die zou je zo ook van toepassing kunnen verklaren op staatsschuld. Dat zou betekenen dat banken minder kwetsbaar zijn voor een begrotingscrisis, voor afboekingen op staatsschuld. Maar wat heeft het voor consequenties voor de overheid? Voor overheden in Europa betekent het dat ze minder gemakkelijk die voorkeurstoegang tot hun banken hebben. Dus ze zullen op zoek moeten naar andere kapitaalverschaffers. Misschien kunnen ze meer staatsschuld plaatsen rechtstreeks bij de eindbelegger, bij huishoudens bijvoorbeeld. De Belgische overheid is er goed in om obligaties zo vorm te geven dat ze aantrekkelijk zijn voor de kleine belegger. Je mag ook verwachten dat institutionele beleggers meer staatsschuld zullen opnemen. Maar ze moeten dus af van die verslaving aan bankfinanciering. Dat heeft wel behoorlijke gevolgen voor financieringen. De overheden kunnen daardoor in de problemen komen. Nou, de huidige situatie is er dus een waar de banken erg veel staatsschuld op de balans hebben. Dat verander je niet in één dag. Dus je zult het geleidelijk moeten afbouwen. Je zou ook kunnen zeggen dat banken alleen onder een Europees toezichtsmechanisme mogen komen. Hè, en onder een Europese afwikkeling mogen komen als ze voldoen aan die grote postenregeling. Dat wil zeggen dat ze minder dan 25% van hun eigen vermogen hebben uitstaan aan de eigen overheid. En dan zou je een geleidelijke overgang kunnen creëren waarbij na verloop van tijd die blootstelling van banken aan hun eigen overheden is gereduceerd.